Beste kijkers, goedenavond. Derde Clarina present met een volgende editie van Cuero Nama. Vanavond zijn we hier in Eindhoven. De opening van een nieuwe salsa take, Rincón Latino. Zoals je ziet is de stemming al flink aan de gang hier. En we zullen wat interviews houden met de eigenaren en ook de mensen die hier zijn. De bedoeling van deze salsa take is om alle culturen bij elkaar te krijgen. De Latino's, Antillianen, Nederlanders, iedereen is welkom hier. Ik zou zeggen, blijf kijken en meer van Cuero Nama volgt nu. Aina Ma. Rincón Latino, ¿ya? Para los que no hablen español o entiendan, pero la mayoría me imagino que hablan español. Bueno, le doy la bienvenida aquí al Rincón Latino y ya saben, este es un lugar familiar para todos, latino y holandeses. Bueno, toda la gente está bienvenida para que venga aquí a pasar unas tardes bien, a comer unas tapas, a bailar. También tenemos los domingos, que es un domingo familiar, de las 3 hasta las 6, 7 de la tarde pueden venir con sus hijos y la sala donde fuma la gente, la sala de fumadores, ese se va a convertir en los domingos para los niños, para que jueguen, para que los papás puedan comer tranquilo y los niños dejarlo ahí, que hagan lo que quieran. Entonces, la bienvenida para todos ustedes y muchas gracias y espero verlo a futuro, ¿ok? Gracias. Hier staan wij met één van de eigenaren van deze nieuwe salsa take, El Rincón Latino. Niemand minder dan Gustavo Rademaker. Gustavo, goedenavond. Hele goede avond en welkom bij onze opening. Oké, nou, het is voor mij echt een eer om hier voor jou te zijn. Nou, laatst bij de Black and White Party hadden we al heel veel gesproken. Maar ik denk vanavond gaan we dus ietsjes meer dieper in over het hele salsa gebeuren in Nederland. En waarom zijn jullie begonnen met de salsa take? Nou, laten we daarmee beginnen. Hoe zijn jullie begonnen met het idee om een salsa take te gaan organiseren? Ja, het idee is ontstaan omdat we hebben gemerkt dat er op zaterdag geen salsa is in Eindhoven. En als er salsa is, is er altijd een feest van een of andere dansschool waar mensen entreegeld moeten betalen. En als je ziet, de helft van die feesten gaat om dansshows of workshops. En ja, veel mensen die echt graag willen dansen, die hebben daar een beetje moeite mee. Dat ze een bedrag betalen om naar een feest te gaan. En de helft van de tijd van het feest gaat aan dansshows en workshops. En mensen willen graag echt door kunnen dansen, uit een dag gaan en van de hele avond kunnen genieten. Dus ongelimiteerd eigenlijk uit een dag gaan? Precies. En daar is het idee ontstaan van de salsa take. We hebben salsa take genoemd omdat het draait om salsa. Want een discotheek, dan moet je disco draaien. Wij draaien meer salsa, maar ook allerlei genres van Zuid-Amerikaanse ritmes. Dus mensen kunnen bij ons gewoon bijna 6 uur vol salsa, merengue, bachata, reggaeton, cumbia, vallenato, rumba, cha-cha-cha, mambo, noem maar op. Okay. Gewoon de hele avond lekker doordansen zonder onderbrekingen. Okay. Ja. En de publiek die hier komt, dat is gemengd publiek of is het Latino's? Ja, nu beginnen de Latino's weer wakker te worden, want ja, de Latino's die gingen niet graag naar zo'n feest van een dansschool, want het is al alleen maar dansschoolstijl gedanst, laten we zeggen. En met die shows en workshops, dat wil de Latino niet.
Een lokale bevolking, Nederlander dus, die zou misschien wel naar zo'n feest gaan. Maar ja, wij trekken alle twee. Dus nu begint de Latino weer naar buiten te komen. En ja, de Nederlander die dansen ook graag. Dus die komen ook naar zulke plaatsen, ja. Ja, want inderdaad, ik vraag me altijd af, want ik ben iemand, ik ga vaak naar die salsa feesten, ik speel zelf als muzikant bij die feesten. Maar het is niet zoals bijvoorbeeld in Duitsland of in België of vroeger hier zelfs in Nederland. Als je een salsa feest had, dan had je alle soorten mensen van alle soorten bevolkingen. Ik bedoel, Latino's, je had mensen uit Afrika, Antillianen, Nederlanders, iedereen dansen heerlijk mee. Ja. Maar hoe komt het dan? Uiteindelijk dat bijvoorbeeld bij de normale salsa feesten zie je geen Latino's. Nee, daarom. Dat heb ik zo'n beetje ook onderzocht. Onder de Latino's zelf. Want ik ben in 2003 ook begonnen met feesten organiseren. En ja, en ik ben daarmee begonnen voor de Latino's. Maar die Latino's die kwamen niet op die feesten af. Want ik denk dat ze dat idee in hun achterhoofd hadden van... het is weer zo'n feest van, met shows, met... Met workshops en dat willen ze niet. Ja. Dus ja, nu zijn we druk bezig aan het PR. Dus veel reclame maken voor dit. Dat ze weten dat het nu weer salsa is waar je gewoon lekker de hele avond door kan dansen. Zonder onderbrekingen. Ja, want ik bedoel, ik weet van zeg maar, doordat ik heel in Latijns-Amerika ben geweest. Het is net zoals als mijn thuisland Antillen, Aruba en zo. Is ook de hele avond feesten. Hè? Dus gewoon lekker eten, lekker drinken en dan gewoon lekker dansen. Hè? Ja, precies. Dat willen we terugbrengen bij de Latino's. Dus wij gaan nu ons richten op de Latino, maar ja, natuurlijk is iedereen welkom. Dus maakt niet uit of je uit Roemenië komt, uit China of uit Latijns-Amerika. Maakt niks uit. Gewoon lekker voor iedereen. Dus we gaan hier een United Nation bouwen voor de salsa. Ja, precies. Kijk eens aan. Nou, zeg maar, en ik neem aan dat hier DJ GR echt helemaal uitgebreid gaat draaien. Ja, ik ben huis-DJ nu van Salsatheek en ja, nu ook een beetje van Rincón Latino. Hier ga ik ook een beetje achter de bar werken, want dit moet nog groeien. Het moet altijd stapje bij stapje, dus dit wordt nu mijn huis, thuis-DJ hier. Dus. El DJ de la casa. Ja, precies. Ja, wij gaan wel afwisselen met af en toe een gast-dj, hè? Want anders gaan mensen ook zeggen van weer die dj, weet je. Ja, en daar loop jij als dj ook risico om uitgebrand te raken. Hoewel ik meer dan 50.000 liedjes op mijn computer heb. Maar op een gegeven moment toch gaan mensen weer denken van... je raakt toch op een gegeven moment dat je een bepaalde stijl neemt. En dan mensen die willen ook een beetje andere gezichten, andere variëteit. Dus vanaf nu in de weekend gaan we een gast-dj ook erbij halen. Dan heb ik ook een beetje tijd om te genieten. Dan hoef ik niet 6 uur achter de rijtafel te staan. Dan kan ik ook een beetje zelf dansen. En hoe zit het nou met live muziek? Gaan jullie ook in de toekomst een live band zetten? Ik bedoel, hier kan er geen orkest komen of zo, maar ik neem aan 2-3 man, 6 man formaties. Dat is wel de bedoeling in de toekomst. Ja, in dit locatie kunnen we inderdaad alleen maar kleine bandjes, maar we kunnen de locatie boven ook gebruiken, waar wij eigenlijk op de zaterdag die Salsatheek hebben gehouden. Nou, die is echt groot en daar kunnen we wel een band kwijt, maar ook niet te groot. Maar hoe kleiner, hoe gezelliger, denk ik af en toe. Ja, we gaan live muziek ook weer pompen zoals vroeger. Hè? Dus, Ja, dat gaat Alejandro, die eigenaar, die wil het zeker 1 keer per maand gaat doen. Maar ja, vanaf het begin is het altijd moeilijk, maar dat is de bedoeling. Dat er tenminste 1 keer per maand live muziek hier is. Ja. En hoe zit het nou met de Latijns-Amerikaans eten, la comida latina? Oh ja, Alejandro die is een hele goede kok. Hij gaat de tapas maken, dus het is niet zo dat je hier uitgebreid kan zitten eten, maar lekker tapas. Dus hapjes. En iets wat wij ook nieuw gaan doen, is het systeem van Zuid-Amerika, dat als je een biertje bestelt, dat je bij het biertje een tapas krijgt, gratis. Oh, het hoort gewoon bij het bier. Dus je bestelt een biertje, je krijgt of kaas of
mossel of een portie olijven, maar je krijgt altijd wat bij je. Dus niet alleen pindas? Nee, precies. Of van die borretjes, nee, het is echte tapas krijg je gewoon bij het bier. Dus het is de echte Latijns-Zuid-Amerikaanse sfeer die we hier gaan organiseren. Precies. Zo hoort het. Nou, Gustavo, het was een plezier om met jou te praten. Het laatste woord aan jou. Ja, nou, ik hoop dat voortaan iedereen hier naartoe komt. Niet alleen Latino's, maar Nederlanders, Zuid-Afrikanen, noem maar op, Russen, Chinezen. Iedereen is hier van harte welkom. Nou, hartstikke mooi. Nou, dit was Gustavo Rademaker, een van de eigenaren van de Rincón Latino. En niet